Özil. Dat is een duidelijke penalty. Een beetje duwen en trekken mag wel, maar dit was wel overdreven. Iets te veel geduwd en getrokken. De scheids vindt het een overtreding. Penalty gaat er niet in. Oh, technisch slecht geschoten even. Arteta. Ja, en nu een schot. Het is een doelpunt, ze gaan weer gelijk op. Zo zijn ze weer helemaal terug in de wedstrijd. Beide teams spelen vol op de aanval. De scheidsrechter fluit, wat heeft hij gezien? De scheidsrechter trekt geel. Gaat hij het redden? Daar kwamen ze bijna op voorsprong, maar de gelijke stand blijft voorlopig gehandhaafd. Maar die heeft hem. Sturridge. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen. Met de tegenstanders nu in balbezit. Diego Costa. Een schermutseling om de bal. Sturridge. Nou, nog 5 minuten te gaan. Nog steeds gelijk. Wie gaat er nog met overwinning vandoor? Wolcott. De speler krijgt de bal weer terug. Wat een actie. Hij doet het. Matic. Doric. Wolcott speelt de bal weer terug. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Ja, en nu? Dit wordt menens. Hij erovert de bal met zijn tackle. Soldado. Kiest voor de tackle. Wolcott. Silva. Eriksen. Ja, nu! Bal voor de keeper. Hij komt nog maar net vooruit met de bal. Wolcott. Arteta. Daar ligt. Oh, knalhard schot. Deze corner kan een heel andere eindstand gaan opleveren. We kijken vol spanning toe. Dat was het einde van de wedstrijd. De stand is 3-3. Op zich is dit gelijkspel geen slecht resultaat. Maar het is vermoedelijk niet waar de supporters op hadden gehoopt zo vroeg in het seizoen. Nee, die willen hun ploeg altijd zien winnen.